70% van de technische bedrijven heeft maar één keer per maand één salesoverleg. Ja, een verkoopoverleg maar één keer per maand. Als je dat over een jaar bekijkt, vakanties eraf gehaald, komt er eigenlijk op neer dat je per jaar maar 11 keer overlegt. 11 keer over je doelstellingen. 11 keer over daar waar je naartoe wil groeien, hè? Je strategiebepaling. Ja, 11 keer is gewoon veel te weinig om strategisch met je ontwikkeling van je salesplan bezig te zijn. Het is een af en toe een keer samenkomen om je verantwoording af te leggen naar je salesmanager of overleg met je collega's, maar niet samen dat strategisch plan uitrollen. Nee, ja, en laten we wel zijn, dan inderdaad wat Mark zegt, dan wordt het een verantwoording afleggen. Terwijl als je het wel regelmatig doet, hè, praat je echt in het begin over elke week en daarna kijkend of je dat 1 keer per 2 weken doet, dan ben je echt samen naar een doel aan het werken. Je verkoopteam, hè, je mensen weten dan ook veel beter eigenlijk waarom ze het doen. Je bent dan samen echt een energie aan het opbouwen naar dat doel waar je naartoe werkt. Dus ze hebben ook meer het gevoel waarom ze het aan het doen zijn. Niet die verantwoording afleggen, maar echt samen ergens naartoe groeien. Ja, dus geen solo-acties meer van, nee. van verkopers. Ja, van nou, ik ben hier en hier mee bezig geweest. Nee, echt met z'n allen heel strategisch jullie doelgroep bewerken. Ja, maar wel leuk, hè? Want uiteindelijk moet het gewoon leuk blijven. Heel vaak zeggen dan managers van, oh ja, maar dan wordt het allemaal zo heel moeilijk of ingewikkeld. Juist niet, want het wordt daardoor ook makkelijker. Ja, de energie dragen jullie aan elkaar over. Jullie kunnen bepaalde key accounts samen ontwikkelen. En dan kan natuurlijk altijd eerst daar één hoofdaanspreekpunt. Ja. Maar op die manier hou je de energie erin en lol. Ja. Dus ja. Nou ja, ik zou zeggen easy peasy. Ik ben Karin Muller van Linkleaders. Ik ben Mark van Waasbergen. En wij helpen bedrijven gecontroleerd groeien.